De filmpjes die u gaat zien horen bij de folder Ik heb er geen woorden voor. Hierin staan 12 communicatieadviezen voor mensen met dementie. Om deze adviezen verder te verduidelijken, zijn de volgende scènes opgenomen. Bij elk advies zien we eerst een situatie zoals het vaak gaat. Meteen daarna volgt dezelfde situatie waarbij de communicatie beter is afgestemd op de persoon met dementie. Ik vind het fijn om in gesprek te zijn, maar het is soms moeilijk zelf te beginnen. Help me hierbij. Interessant dat die wil, hè? Zullen we het samen eens lezen? Volgens mij gaat het over de World Press Photo. Oh ja. Een hele collage van allemaal foto's. Collage? Ja, een verzameling. Allemaal bij elkaar de foto's. Ze hebben allemaal, volgens mij, iets met dit Fidel Castro. Ja. Nelson Mandela. Oh ja, dan zie ik het, ja. Ze hebben allemaal iets te maken met vrede. Vrede. Ja, dat is het. Ik wil graag als een volwassen gesprekspartner behandeld worden. Vraag mij of ik geholpen wil worden bij het verwoorden van mijn gedachten. Hoi. Hi. Hoe was het op de dagbehandeling? Hoe heet het ook alweer? Besteding? We zijn naar de dinges geweest, weet je wel, met allemaal van die grote, kleinere. Ben je in het winkeltje geweest, of de boerderij, of de opvang, of de tuinderij, de kinderboerderij, speeltuin? Naar de... Ach, je weet wel. Ja, iets anders nog weer. Hoi. Hoi. En? Moe. Hoe was het op de dagbesteding? We zijn naar de... dinges geweest en weet je wel, naar die, en daar heb je allemaal van die dingen, zo groot. Hans, en, zal ik je even helpen? Ja? Vind je het fijn? Jawel. Nou, de kinderboerderij. Ja. Heb je beesten gevoerd? Nee. We zijn wel naar de beesten kijken. Ja. Ook, ik heb nog geholpen met de. Wel, ik heb wel geholpen met voeren van de. Schapen. Schapen. Geitjes? Schapen. Ook gezien, ja. Jawel. En konijntjes. Die zaten allemaal zielig in zo'n klein hok.
Ah, ze zijn wel lief, hè? Hartstikke lief. Prima. Kijk me aan als je met me praat en richt de aandacht op het gesprek. Ik ben vanmorgen bij de buurvrouw geweest. En ja, ik weet niet of jij het weet, maar die heeft een been gebroken. Er is in ieder geval van alles aan de hand. En ik heb er alvast voor even een bloemetje gebracht. Ik denk, ja, sorry, dat is wel zo gezellig. Snap je? Oké. Zo, nou, ik breng je glaas even naar de kamer. Hé, hey, je hoeft niet zo hinderlijk steeds achter me aan te lopen. Kom op, hé, hey, zeg. Kom op, hé. Hey. Hans? Ik ben bij de buurvrouw geweest. Want ze heeft haar been gebroken. Haar been gebroken? Ja, gisteren. Is ze gevallen? Ja. Ze ligt in het ziekenhuis nu. Oh? In het ziekenhuis in Boksmeer? Ja. En ik heb ze even een bloemetje gebracht namens ons. Oh, wat lief van je. Ja, hè? Ja, lief. Ik heb een voorstel. Mm-hmm. Wij gaan samen de boodschappen doen voor de buurvrouw. Oh, dat is een goed plan. Samen de boodschappen doen. Juist. Lief van je. Goed, doen we. Ik kan het beter volgen als je langzaam en duidelijk spreekt en korte zinnen gebruikt. Hans, hey, ik zie dat je zit slapen. Maar weet je nog, we moeten wel om 5 uur moeten we klaar zijn. We moeten naar Dordrecht. Els van Tante Mien die is jarig. Het is nog een heel eindje reizen. En ja, het is een feest. We gaan de bloemetjes buiten zetten. Dus mijn vraag is, moet je je nog omkleden? 5 uur, snap je wel? Omkleden? Ja. Hans? Hé, hey, wordt ze wakker? Ik roep je. Ja. Want we gaan zo meteen. Weet je nog, we hebben een verjaardag. Oh ja, een verjaardag, ja. En dat is in Dordrecht. Els. Els, ja, Els. Van Tante Mien. Van, ja, 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 Els van Tante Mien, ja. Die wordt, ja, vandaag 50. Oh, 50 al? Ja. Oh, een hele leeftijd. Ja, daarom wordt het ook een gezellig feest. Dus, ga je even leuk omkleden. Ja, ja, voor een feest moet ik een mooie jurk aan, toch? Zo is het. Nou. Goed, ga ik even doen. Zie je zo. Geef me de tijd om te begrijpen wat je zegt en om te kunnen antwoorden. Ik ga boodschappen doen. Ik ga even voor het eten zorgen voor vanavond. Dan wil ik weten van jou, wat wil je? Aardappelen, vlees, rijst of zullen we nog een keer pasta doen? En dat moet wel een beetje snel, want om 5 uur is de supermarkt weer. Wat wordt het? Ja, ik heb wel zin in... Ja, ik kijk wel. Ja, je moet wel... Dat zijn ook alweer... Je moet wel zeggen wat je wil, natuurlijk. Maar, wat zei je ook alweer? Hans, ik ga even boodschappen doen. En ik wil even met jou erover hebben wat we vanavond gaan eten. Eten. Mm-hmm. Wil je graag rijst of aardappelen? Aardappelen. Oké, okay. Aardappelen. Boontjes of bloemkool? Bloemkool. En wat vind je er lekker bij? Vlees of vis? Dat weet je. Ik ben een grote visliefhebber. Vis. Vis. Oké. Okay. Tot zo. Tot zo. Stel liever geen vragen die een beroep doen op parate kennis. Een leuke club is dat, hè? Zeker. Weet je wie dit is?
Annemieke. Ja, en die? Dat kleine ventje, dat weet je wel, toch? Heb je een idee hoe oud die is? 5. Ja, en deze jongen? Ken je die ook? Ja, dit is... Met wie is die getrouwd? Miranda. En Annemiek, wat is dat van ons? Annemiek. Dat kleine meisje, heb je die wel eens gezien? En wie is die baby? Weet je nog dat we daar vorige week geweest zijn? Bij alle 4 hebben ze gezien. Nou, wie zijn het? Mooi, hè? Ja, leuk, hè? Joep. Ach, het is jou groot. Oh. Hij is nou zelf al papa, hè? Ja. Ja. Annemiek. Fijne meid. Ja. Komt van Texel. En Tijn. Op wie vind jij dat die lijkt? Op mij. Ja. Niet? Zou je willen. Dat lijkt Eke op mij. Wel lief, hè? Schatjes. Ze kijken net zo lief als jij. Ondersteun wat je zegt door aan te wijzen, een gebaar te maken of een voorwerp te laten zien. Oh, een kruiswoordpuzzel, leuk. Horizontaal. Horizontaal. 3. Horizontaal. Wat is horizontaal? Horizontaal, dat is van links naar rechts. En voor de volledigheid, verticaal, dat is van boven naar onder. Oh, een kruiswoordpuzzel, die is leuk om te doen. Horizontaal. Horizontaal. 3. Horizontaal. Wat is horizontaal? Horizontaal, dat is van links naar rechts. Links naar rechts. Juist. Oh ja, oh ja. En verticaal, dat is van boven naar onder. Boven naar beneden. Oh ja, ja, dan weet ik het weer, ja. En dan moet je in het vakje, Hans, moet je schrijven. Ja? Horizontaal, 3. Veel alcohol drinken. Ik denk... doorzakken. Ik denk het ook. Accepteer dat ik niet altijd het juiste woord of de naam kan vinden. Het was hartstikke leuk, Kees. We zijn gaan fietsen, samen met Jan, weet je wel. Mm. En toen zijn we hier begonnen. De straat uit en dan het einde van de straat naar links. Links en dan, je weet wel,
de straat op. Je weet wel, je kent wel die lange weg die daar loopt. En toen zijn we helemaal uitgefietst. En toen kwamen we in ik weet goed hoe het heet, dat dorp. Dat dorp, dat weet je toch wel. Je hebt er zelf gewoond. Ik weet even de naam niet. Het was hartstikke leuk. Ik ben gaan fietsen. Samen met Jan, weet je wel, Jan. Ja. En toen zijn we hier begonnen dan. En de straat uit. En meteen links. Ja. Linksaf. En toen kwamen we op de... Op de je weet wel, die grote lange, die lange weg. Ja. Als we rechtdoor. En toen kwamen we in Oplo? Oplo. Oplo, daar is het. Ach, ik ben er geboren. Ja. Ik vind het fijn om samen herinneringen op te halen en voor mij interessante onderwerpen te bespreken. Druk opruimen. Jeetje, wat een muffe lucht. Heerlijk! Oh, het ruikt naar gum en potlood. Ja. Oh, dat hadden we vroeger op school ook, weet je nog? Ja. Ik was zo goed in de tekenles. Ja, maar ik moet wel opruimen nou. Kom. Tekenles. Zo, eens eventjes opruimen. Hé. Auto 2. Pietje. Wat ruik je? Een ouderwetse lucht. Lekker werken. Oh, lekker. Ja? Heb je nog eens ruiken? Heerlijk. Weet je? Lekker. Ik ruik potloden en gum. De lucht van vroeger doet me denken aan mijn schooltijd. Weet je? Aan de tekenlessen. Tekenen, hallo. Ik was echt hartstikke goed in tekenen. Nou, ik hartstikke goed niet. Hé, hey, naam. Nou moet je ophouden. Kijk hier die vulpen onderin. Die zit helemaal vastgeplakt. Oh ja. Gosh, daar heb ik mee leren schrijven. Jij ook? Ik ook, ja. Ja, met die potjes op de... Ja. En zo schuif je erop. Hé, hey, weet je wat we doen? Ja. Laat hem gewoon lekker openstaan. Lekker hier staan. Mooi. De reuk van vroeger. Oh, heerlijk. Heerlijk. Mooie tijd. Fantastisch. Het is fijn als je voor mij structuur aanbrengt in het gesprek. Het was heel gezellig. We hebben gegeten en zo. En daarna wilde ik nog wel naar buiten. Maar het was zo'n slecht weer. En dan weet ik eigenlijk niet meer zo goed wat we wel gedaan hebben. Ja, nou ja, joh. Kijk, als je dingen soms niet meer weet, ja... Dat is ook gewoon niet belangrijk geweest. Maakt het uit. Ja, wel. Maar... Het was hartstikke gezellig. We hebben samen gegeten en toen wilde ik eigenlijk nog wel naar buiten. Ja, maar het was zo'n slecht weer. Dus... Ja, nou weet ik eigenlijk niet meer wat we wel gedaan hebben. Dus je bent naar buiten gegaan? Nee, want het weer was veel te slecht. En je bent binnen gebleven? Ja, we zijn binnen gebleven. Ja. En wat heb je binnen gedaan? Ja, oh. In de kamer, hier zo, weet je, want daar is zo'n... Geoefend? Zo'n trappetje, zo, hoe noem je het ook weer? Een... Opstapje. Opstapje. Daar hebben we op geoefend. Elke keer naar boven en weer een stukje terug, omdat ik dan mooi goed recht kan blijven lopen. Met de fysiotherapeut? Ja, de fysiotherapeut was erbij. Ah, dus je hebt binnen geoefend? Binnen in de huis, ja. Op het opstapje? Opstapje. En
daarbij heeft geholpen de fysiotherapeut. Ja. Nou, prima toch? Schrijf mijn afspraken voor me in een agenda en schrijf erbij hoe het was. Dan kan ik dit nog eens teruglezen en nagenieten. Hans, ik heb net naar de bioscoop gebeld en ik heb een afspraak gemaakt. 2 kaartjes besteld voor morgenavond om naar de film te gaan. Vanavond kon niet meer, maar dan gaan we vanavond wel wandelen. Het is heel aardig weer, dus dan kunnen we vanavond gaan wandelen. Ja? Maar wanneer gaan we dan naar de film? Ja, morgenavond, dat zeg ik toch? Hans? Ja? Kom even kijken. Ik heb de afspraak voor de film gemaakt. Oh, wacht. Anders kan ik het niet zien, weet je. Kijk. 8:00, woensdag, film. Woensdag, film om 8:00, ja. Helemaal goed. Dinsdag, dat is dus vandaag, wandelen. Gaan we wandelen? Gaan wij samen wandelen? Vanavond. Goed, vanavond. En hier zo. Hier staat de afspraak van gisteren die je met Ria had. Oh ja, ja. Met Ria naar de Intratuin geweest. Prima. Nou, morgenavond, uitroepteken erachter, gezellig. Naar de film. Samen met jou. Samen een activiteit ondernemen kan ontspannend werken en haalt de druk van het moeten voeren van een gesprek af. Hé, moet je kijken wat hier in de krant staat. Nou, kan jij daar nou eens iets van zeggen? Ja. Hé, dat is gisteren gebeurd en het was gisteravond, was het erop het nieuws. We hebben er samen naar zitten kijken. Ja. Jeetje. Vroeger had jij altijd overal een mening over. En tegenwoordig kan ik geen fatsoenlijk gesprek weer met jou voeren. Jongen. Gisteren nog op het nieuws. Einde. Kijk. Hans? Ja? Dit is dat artikel. En dat gaat volgens mij over waar ze het gisteren op televisie over hadden. Over optimisme. Verbetert de wereld. Ik ben het er helemaal mee eens. Wat vind jij ervan? Jawel. Dat is toch wel. Ja. Ja. Weet je wat ik er wel vind? Nou? Daar gaat het niet allemaal over hebben, maar we gaan het doen. Optimisme, lekker naar buiten met het mooie weer. Die krant die komt alweer. Prachtig weer. Kom. Fijn. Lekker even een wandelingetje. Frisse neus.